De jongste en de oudste leerling openen Kindcentrum Dubbeldam. Kindcentrum Dubbeldam is geopend. In 2 jaar tijd verrees hier aan de Eikenlaan een compleet nieuw gebouw. Dat moest ook wel. De oude openbare basisschool Dubbeldam was op. Het lekte en de verwarming deed waar die zin in had. Voor de Dordtse Openbaar Onderwijsstichting de kans om hier meteen een kindcentrum van te maken. Je ziet gewoon een samensmelting van alle, ja, wat voorheen aparte groepen waren. Aparte peuterspeelzaal, aparte buitenschoolse opvang. Dat hebben we nu in 1 gebouw. En de eerste zaken die we hebben gedaan, we hebben een koningsfeest hebben we gezamenlijk gedaan. Een openingsfeest. En we zullen in de toekomst ook meer activiteiten, zoals bijvoorbeeld de kinderboekenweek en een kerstfeest, dat zullen we gezamenlijk gaan oppakken. Toen we de eerste paal gingen slaan, hebben de kinderen materialen verzameld waarvan ze zeiden, die zijn van deze tijd. En stel je nou voor dat op een hele lange termijn, 40, 50, 60 jaar, het schoolgebouw afgebroken wordt. Dan komen ze daar in de grond, komen ze 2 van die capsules tegen. En dan willen we een verklaring erin doen van dat het van onze tijd is. Vond ik bijzonder. En om ze te aan herinneren, wie dat dan ook is, over 60 jaar die dat opvindt, dat het daar vandaan komt, is die plaquette overhandigd. Het gebouw is dan wel nieuw, sinds januari in gebruik, maar met alleen al 400 basisschoolleerlingen is de ruimte al beperkt. Ja, gezien onze hoeveelheid kinderen, we hebben vrij grote groepen. Eigenlijk zouden we door kunnen groeien naar 16, misschien wel 17 groepen, maar het gebouw is maar op 15 basisschoolgroepen gerekend. Dus we zitten eigenlijk vol. Ja, dat zie je wel meer bij scholen. Als je met de plannen begint, dan loopt het zo'n misschien wel 6-8 jaar heen. En dan is het leerlingenaantal van dat moment bepalend voor de vierkante meters. Daar ga je ook op begroten, daar ga je ook op aanbesteden. En als het gebouwd wordt, ja, dan kan het minder zijn of meer zijn. Als de school daadwerkelijk meer ruimte nodig heeft, zal er een noodlokaal worden neergezet voor maximaal 10 jaar. Want nu zijn er hier wel veel kinderen, maar het totale aantal basisschoolkinderen in heel Dordrecht neemt juist af.